oudste klok, de grootste klok, die is uit 1521. En de tweede, de naastliggende klok, is uit 1524. En de derde klok, dat is een vrij recente klok uit 1950. Ja, in de oorlog zijn meerdere klokken door de Duitsers gevorderd en ook onze klokken hier. En met het neerdalen van de klokken is de grootste klok uit de strop gevallen. Ja. En is daarmee beschadigd. Er is een stuk uit van ongeveer 30 centimeter. En dat is eigenlijk de eerste aanleiding geweest om nu tot restauratie over te gaan. Ja. Ja, er zijn twee aanleidingen. De klokkenstoel, dat is een stalen klokkenstoel, en die heeft zoveel roestschade dat zelfs de montagebouten op de draagbalk zijn afgesprongen. En een tweede reden is het herstellen van die monumentale oudste klok. Vandaag wordt de klokkenstoel gedemonteerd en morgen worden de klokken middels een hoogwerker uit de galmgaten gehaald. En dat zal een 2 maanden inhouden voordat die weer terugkomen. Ja, ja. De precieze datum wanneer ze terugkomen is niet bekend, maar in elk geval voor 24 november. Ja. Nou, laten we. Ja, ik heb nu iemand meegenomen en die heeft een zover gekregen dat ik echt helemaal nu boven in de toren zit. Henk, na een levensgevaarlijke klim zijn we boven in die toren hier aanbeland. Ja. Wat zijn die mensen hier nou precies aan het doen? Nou, hier zie je de klokkenstoel. En je ziet ook dat de oxidatie behoorlijk is. En die wordt nu gedemonteerd. En de klokken worden afgehangen en die komen hier voor transport. Door dit galmgat wordt dat morgen geregeld met een hoogwerker. Zo, we praten ook even met de baas van de Sint-Willibrordsparochie, oftewel van de klokkentoren, een gedeelte daarvan. Is het altijd een grote wens van u geweest dat deze klokken of vervangen of gerepareerd werden? Absoluut. Mensen die mij goed kennen, die weten dat ik een enorme bimbamofiel ben, zoals ze dat wel eens noemen. Ja. Ik hou enorm van klokken. Zodra er ergens in een toren klokken beginnen te luiden, dan stop ik mijn auto en ga ik luisteren. Dus toen ik hier in Berken kwam en het gelui van deze kerk hoorde, sprongen de tranen toch wel een beetje in mijn ogen. En ik heb op een gegeven moment de kans aan kunnen grijpen om inderdaad de klokken te restaureren. Dus het hoort wel echt bij mij. Ja. U zegt, ik hou van bimbamgeluiden. Bent u wel eens in Tilburg geweest? Ja, daar loopt ook een pastoor rond die heeft problemen gehad in Tilburg. Heeft u die hier in Berkel ook? Nee, kijk, wij luiden natuurlijk op een iets christelijkere tijd dan 7:15 'smorgens. Wat is christelijker? Wij luien gewoon om 8:45 's morgens, dus dan zijn de meeste mensen dan toch al aan het werk. Kijk, in Tilburg gaat het ook maar om één iemand die daar stennis maakt. Blijkbaar zijn de Berkels mensen toch wat meer gemoedelijker en hartelijk. Nou, staan we hier op de achtergrond, staat ook een historische treurbeuk. Ja. En ik denk dat die al jarenlang staat te treuren. Heeft dat te maken met het feit dat die klokken het niet helemaal goed deden? Ik ben er bang voor. Ja, het is op zich staat hij in goede grond geworteld, dus daar ligt het niet aan. Maar nou goed, de klokken hebben inderdaad veel geleden. Er is weinig onderhoud in de afgelopen jaren aan geweest. En op een gegeven moment na de oorlog zijn er vlug heel veel dingen weer gecorrigeerd en dergelijke. Ja. En dan merk je zo na 50, 60 jaar, merk je nou dus dat daar toch wel problemen beginnen te geven. Kijk, het scheelt heel veel mensen die je in Berkel zou vragen van, goh, we gaan de klokken restaureren, die zullen zeggen van, is dat nodig? Luid toch. Hè, op het moment dat ik in het kerkbestuur voorzichtig opperde van, zullen er een klok of twee bij hangen? Dan keken ze me heel verbaasd aan en zeiden ze, hoezo, er hangen er toch al 3 en dat is toch voldoende? Kijk, in Enschot hangen er 2, daar kunnen er ook best nog wel meer bij. Ja. Maar dan vindt men dat in deze tijd een luxe probleem. Terwijl als je dadelijk het verschil gaat horen, dan zullen mensen inderdaad zeggen, ja, het kan veel beter. Ja. Maar wij zijn wel meer gewend, ja, het is toch goed, het klinkt toch, er komt toch geluid uit de toren. Maar als je bij de trappistinnen gaat staan, dan hoor je al niks meer van onze toren. Ja. Dus het leeft wel bij mensen. En ze hebben het zo royaal gedaan, dat onze penningmeester in ieder geval goed gaat slapen. Als het hierover gaat, en er niet negatief over droomt.
Even nog een andere vraag. Heeft de gemeente Tilburg hier financieel aan bijgedragen? Absoluut. 70% van de subsidiekosten zijn geschonken door de gemeente Tilburg. Onze kerk is een gemeentelijk monument. En dat betekent dat die ook op de gemeentelijke lijst staat. En die hebben 70% van de subsidiegelden hebben ze geschonken. Nou, dat betekent dat Tilburg toch inderdaad zegt van Berk Lijnschot en Uzenhout, die horen echt bij Tilburg. En zo voelen wij dat ook. Je ziet het, het regent zelfs al pijpen stelen. De hemel huilt een beetje mee, want onze klokken gaan ons vandaag verlaten. 3 maanden, dat is mooi zo voor terug.